gaan onder andere de 38e symfonie, de Praagse, spelen van Mozart. En wat ik altijd heel spannend vind aan die symfonie is dat het soms harmonisch echt wel alle kanten op gaat, wat je helemaal niet verwacht. En dan zit je wel met grote oren te luisteren van wat gebeurt er allemaal. Dat hij dan heel zachtjes gaan we in het snelle deel en dan wordt iedereen fluisteren en dan opeens komen die trompetten erbij en dan is het een en al vrolijkheid en triomf. Zo groot, dat is heerlijk.